We daar moeten al een Ajax-ziet winnen. We mogen niet over Umberto Tan praten. Waar moeten we het nog over hebben? Ja, allemaal. Ja, waar moeten wij nou nog over hebben? Maar wat is er met Umberto Tan? Nou ja, weet ik veel. ik heb geen idee wat er met hem is. Maar... Ben jij het, Wilfred? Ja, bij deze zender weten we dat niet, wat er aan de hand is. Dus ja, ik weet het niet wat er aan de hand is precies. Maar... Je kijkt op een hele andere manier tegen die straks aan nu, hoor. Ja? Ik wel, ja. Hoe dan? Nou, ik zie hele rare dingen voorbij komen als op tv is. Wel leuk. Ja. Een soort beeld, maar ja, dat gaat ik wil dat filmpje op telefoontje nog wel even zien. Kunnen we dat niet uitzenden, dat filmpje? Oh, dat filmpje? Nee, dat is, we hebben jeugdige kijkers. Voel je een beetje ongemakkelijk? Ja. Ja, we gaan even naar de reclame. Heel toevallig is dat allemaal. De vraag is nog allerlei mensen af of wij ook mee gaan doen aan die actie voor Humberto. Ja, nee, dat doen wij wel. Nee, ik bedoel... Voor Barbara Bas. Ja. Maar dat is ook een goede actie. Dat is een hele goede actie. Maar weet je, dus dat ik altijd denk... Ik werd vanmiddag gebeld of ik met Johan hand in hand wou lopen buiten. Hè? Ja. En toen dacht ik, ja, dan weet je... Als ze je van de voorkant zien, zouden ze zeggen ja. Weet je. Maar als ze je van de achterkant zien, ze denken dat je meer zus aan het handelen bent. Ja. Dan kan er eigenlijk niks gebeuren. Nee. Alleen ze heeft een beetje vreemd pak aan. Ja. Ja. Dat is dan weer een beetje. Je zus van de raar pak aan, ja.